Kijk, Mariska, we hadden het net over die buizen, hè? En dat we daar een spontane actie van kunnen maken. Hoe gebruik je openbare ruimte en wat doen mensen met openbare ruimte eigenlijk? Wat is dat idee ook weer? Als ik die buizen zo zie, dan zie ik meteen voor me dat er bijvoorbeeld twee personages zijn die allebei één buis bewonen. Maar die alleen die ene buis ook. Wij zien allemaal dat ze ook die andere buizen kunnen bewonen, want die zijn leeg. Maar dat doen ze niet. Dat is hun ongeschreven regel dat ze dat gewoon niet doen. Die is gewoon niet van hun. Die is niet geclaimd. Dus daar mogen ze niet in. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer voelt iemand dat het openbaar is? En wanneer voelen ze dat ze daar iets gebruik van kunnen maken? Ze kunnen bijvoorbeeld dan zichzelf de ongeschreven regel geven, een soort theaterkoning, hoe je dat dan, dat zodra een buis is aangeraakt, dat die van hun is. Als een ander dan twee keer aanraakt, is het weer van die ander, bijvoorbeeld. En zo heb je in het echte leven dus ook van die regels? Ja, precies, die ons ergens ontstaan zijn, ja. Die we allemaal ofwel of niet begrijpen, wat met cultuur dan ook weer verschillend is trouwens. Daar zie je de grote cultuurverschillen. Dat die typische ongeschreven regels die we allemaal ergens voelen, kunnen weer heel anders zijn in een andere cultuur daarmee. Ja, dat is mooi om dat te achterhalen eigenlijk. Precies.